De vorige video is inmiddels alweer 7 maanden geleden en in die video was ik nog maar net stadshuis level 14. Maar zoals jullie hier kunnen zien, ben ik intussen tijd al stadshuis level 15. Dus in deze 7 maanden is er enorm veel progress gebeurd op mijn base en daar gaan we nu eens lekker naar kijken. Hallo allemaal, welkom terug bij deze nieuwe video. Het is alweer inderdaad een tijdje geleden, maar eerst en vooral mensen, wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. Ik weet het, heel laat in tussentijd alweer. Maar alsnog, ik hoop dat dit voor jullie allemaal ook gewoon een geweldig clashjaar weer wordt. Met hopelijk veel speelplezier. Maar laten we een keer kijken naar de base nu. Want zoals ik al zei, de vorige keer dat ik een video uploadde, was ik nog maar net stadshuis level 14. En ja, zoals jullie hier kunnen zien in mijn base, ben ik intussen tijd al stadshuis level 15. Dus die is nu aan het upgraden naar het vierde level. En dus daarna moet er nog natuurlijk één vijfde level upgrade komen voor de 5 sterren op het stadshuis. Maar verder is er al best wat progress gemaakt. Zoals jullie kunnen zien heb ik ook al de 3 nieuwe defenses. Dus eigenlijk de monoliet is al level 2 zelfs. Dus het max level van het stadshuis. En volgens mij is er voor stadshuis level 16, dat ook intussen tijd is uitgekomen, nog geen derde level. En ik heb ook al de 2 spreuktorens gebouwd. 1 daarvan is al level 3, dus ik kan daar al kiezen welke spreuk ik erin wil. Momenteel hou ik dat gewoon op woede. De andere is er ook al, die is al level 2 en wordt op dit moment naar level 3 geüpgrade. Dus dat zijn toch al grote upgrades voor stadshuis level 15. Natuurlijk heb ik ook al mijn hapsnappen en ik vind het nog altijd heel bizarre namen, maar ik moet Clash of Clans gewoon in het Nederlands spelen, weet je. Dat is... doe ik al sinds 2013, dus mensen, laat mij even weten eigenlijk in de comments in welke taal jullie Clash of Clans spelen. Is het in het Nederlands? Is het in een andere taal? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want ik speel elk spel dat ik speel in het Engels, behalve Clash of Clans. Clash of Clans is de uitzondering, die kan ik gewoon niet in het Engels spelen. Puur omdat ik gewoon de Nederlandse taal in dit spel zo gewoon ben. Maar voor de nieuwe defenses blijf ik het gewoon bizar vinden, zoals Hapsnap. Ik vind het gewoon een rare... ja, rare naam. Maar ja, het is wat het is. Je moet er gewoon mee leven. Verder heb ik natuurlijk al mijn Inferno-torens geüpgrade naar het max-level van het stadshuis. Eentje is nog bezig. Ik ga natuurlijk ook niet de hele video staan praten. We gaan sowieso ook een aanval doen later. Maar ik wil toch ook nog een paar andere upgrades bekijken. We hebben hier onze legerkampen allemaal al geüpgrade, behalve eentje die nog bezig is. En dan hebben we ook gewoon weer 20 nieuwe plaatsen in het legerkamp, wat natuurlijk heel fijn is. Een andere nieuwigheid is hier de smid. Dat is een nieuw gebouw die in de vorige update is gekomen. Die ook eigenlijk heel wat nieuwe equipment voor de helden heeft toegevoegd. En in het begin snapte ik er niet veel van, om eerlijk te zijn. Ik had het ook niet helemaal gevolgd. Maar in de tussentijd ben ik het al gewoon. En dit zijn de equipments die ik gebruik. Dus ik gebruik de reuzenhandschoen voor de king. En de reuzenpijl voor de queen. Die vind ik echt fantastisch. Voor de andere helden heb ik eigenlijk nog niet echt wat anders gebruikt. Die 2, zowel de Warden als de Champion, gebruik ik nog altijd gewoon het standaard. Vooral voor de Champion, omdat er gewoon nog niks anders is. En ik heb natuurlijk de smid ook al geüpgrade naar level 8. Ik heb op dit moment ook 1 builder beschikbaar. En mijn volgende upgrade die ik graag wil doen, is de kazerne upgraden naar level 17. En de nieuwe troep, de Stronkrijder, unlocken. Ik heb een paar aanvalstrategieën daarvan gezien op YouTube en ik wil die echt wel een keer graag gaan proberen. Maar volgens mij ga ik die wel eerst nog eens moeten upgraden naar level 2 voordat die echt sterk is. Maar ik kijk er heel erg naar uit. Dat is dus sowieso de volgende stap die ik wil doen met mijn elixir. En zoals jullie kunnen zien heb ik al genoeg, maar ik wacht totdat ik hier de laatste beloningen krijg van de pass. Dan kan ik hem meteen upgraden en heb ik meteen de Stormkrijder unlocked. Ik denk dat het tijd is om eens een aanval te doen. Ik denk dat ik dan gewoon op het einde van de video de kazerne ga upgraden, want ik denk dat ik wel in no time dat gebouwboekje unlock. Maar voor ik de aanval doe, wil ik toch heel kort even een shout-out doen naar de clan New Unity. Heel veel mensen die er 5 jaar geleden in zaten, zijn gewoon ook weer teruggekomen. En er zijn ook heel wat nieuwe mensen in de clan, wat natuurlijk fantastisch is. En zoals jullie kunnen zien, wordt er ook echt veel actief gedoneerd en war gedaan ook. Want ik kan het warboekje eens laten zien. En dat is best wel goed. We hebben echt net onze 200ste war gewonnen.
En zoals jullie kunnen zien, hebben we een paar goede streaks gehad eigenlijk. Dus dat is natuurlijk super nice. Heel erg tevreden mee. Onze huidige war gaat ook wel heel erg lekker. Dus ja, kom er lekker bij. Er zijn nog plaatsen vrij. En hopelijk zie ik jullie zo in de clan. Maar nu is het gewoon even tijd om een aanval te doen. We gaan op zoek naar een base die redelijk veel loot heeft. Daarmee hoop ik dus op iets... Ja, soms vind je een base met meer dan 800.000 van elk. Dat vind ik natuurlijk het beste. Maar ik denk dat ik elke base neem dat meer dan 600.000 van elk heeft. Dus ik zie jullie zo meteen als ik zo'n base heb gevonden. Ik realiseer me nu ook dat ik een beetje sta te wiebelen op mijn benen soms. Maar dat komt omdat ik sta. Ik ben niet aan het zitten, ik sta. Want ik heb een standing desk en eigenlijk vind ik dat voor recordings wel heel erg fijn. Ik had het nog nooit eerder geprobeerd. Als ik meetings heb van werk, dan sta ik ook. Maar normaal zit ik er gewoon achter. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel heel cool om eens te proberen voor een recording. En ik vind het, om eerlijk te zijn, veel fijner dan te zitten. En we hebben ook gewoon meteen een base gevonden die we gaan aanvallen. Het is een stadshuis level 16. Maar zoveel van dat stadshuis heeft deze base toch niet. Wel één geüpgrade X-boog. Maar voor de rest is er één in de upgrade en de boogschutterstoren hier is ook aan het upgraden. Dus we gaan deze gewoon lekker doen. De windblazers staan op die manier. Ik denk dat ik gewoon hier van de zijkant ga. We gaan het gewoon proberen van de linksboven. Want dit is altijd een trap. Dus ik val aan met op de computer. Dus we gaan eens zien hoe goed dat hier gaat. We zullen wel zien. Dus ik zet altijd wat ballonnen in. Om wat eventuele mijnen te triggeren. En dan gaan we er gewoon volledig voor met de rest van de aanval in het midden. Ik wil natuurlijk ook dat mijn troepen mooi naar het midden gaan. Want dat is enorm belangrijk voor mij. Anders gaat die aanval helemaal krom. En we gaan eens kijken waar dat hier aandacht nodig is. Ik ga even hier de Royal Champion inzetten voor... Het is niet de beste aanval, maar ik vind het altijd afleidend om op de PC te moeten aanvallen. Maar zo zijn de recordings eenmaal makkelijker om te doen. Ik ga hier mijn helden inzetten, zodat die E-Dragons die bovenlangs de zijkant gaan, terug het midden ingaan. Dat is eigenlijk de bedoeling nu. Ik moet die troepen terug het midden een beetje inkrijgen. Want als ze langs de zijkant cruisen... Oh, ik dacht dat het een single inferno was. Ik dacht dat mijn king eraan ging. Dat was een kleine fout daar. Maar so far so good. Ik ga hier nu deze ability gebruiken. En we gaan hier zo meteen de laatste freeze gebruiken. Nu dat die draken naar het stadshuis komen. Hopelijk kunnen we het stadshuis pakken. Dat zou nu toch wel eigenlijk best wel mooi zijn. Maar ik denk dat het toch best wel close gaat worden. De queen kan niet aan het stadshuis. Dit gaat nog redelijk lastig worden. Ja, dat wordt hem niet. Dat wordt jammer genoeg geen 2-ster of 3-ster. Maar voor mij het belangrijkste is dat we bijna alle loot binnen hebben. En met de bonus is het natuurlijk eigenlijk nog wel een redelijk geslaagde aanval. Ik ga even snel troepen vragen en mezelf doneren met mijn tweede account op mijn telefoon. En dan zie ik jullie zo meteen terug in de wolken op zoek naar de volgende aanval. Oké, mensen, dit is letterlijk de eerste base die ik tegenkwam en ik denk dat we er meteen voor gaan. De loot is aardig hoog en wat mij ook meteen opviel is dat die luchtblazers hier aan beide kanten wegblazen van één kant. Dus soms heb je dat ze zo gepositioneerd zijn dat eigenlijk alle hoeken van de base beschermd zijn, maar deze kant hier aan de rechtsonder is helemaal niet beschermd. Dus wij gaan gewoon lekker deze base aanpakken. Ook staan veel van de kluizen buiten, wat ik best wel interessant vind. Dus ja, wij gaan er gewoon voor. Hetzelfde aanval als ervoor. Zoals ik al zei, wil ik eigenlijk een nieuwe strategie beginnen gebruiken binnenkort. Maar daarvoor moet ik die Strong Strijder, dus, of Strong Rider is de betere naam, gaan upgraden. Hier ga ik snel een freeze opgooien voor de ballonnen. Jammer genoeg is de Warden daar niet bij. De aanval ging niet helemaal lekker, maar tot nu toe is het wel nog doable. En we hebben nog de King en Queen die zo meteen de loot kunnen pakken. Nogmaals, 3 sterren is hier niet echt de bedoeling. Ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk van die loot meepakken. En daar zijn we eigenlijk op dit moment wel goed mee bezig. We gaan hier een freeze opgooien
En nog een rage. Ja, die rage is eigenlijk best waardeloos om eerlijk te zijn. Nog een freeze op die monolith. En dan hebben we eigenlijk al best wat loot ervan te pakken. Ik weet niet of we alles gaan kunnen pakken, want natuurlijk zit een deel in het stadshuis, wat best wel, ja, jammer is. We gaan hier, ja, die ability van de queen heeft daar niet zoveel gedaan. Maar ik ben over het algemeen wel tevreden. Zeker omdat er op dit moment ook een 1 gem boost bezig is voor het leger. Dus ja, ik kan best snel weer een aanval doen. Dus ik ben niet echt ontevreden als ik eens een aanval mis of gewoon niet alle loot pak. Ik ben tevreden hier, zoals jullie kunnen zien. Alles wat niet in het stadshuis zit, heb ik kunnen pakken. Alleen nog even de king die moet neergaan en dan eindigt hier de aanval. En dan kunnen we de kazerne gaan upgraden. Want dat bouwboekje komt toch binnenkort. En dan kunnen we het al meteen eens gaan proberen, die strategie. En blijkbaar wil Clash of Clans dat ik hun ga beoordelen. Maar volgens mij heb ik dat al gedaan. Dus ik ga hier gewoon even op nooit drukken, zodat ik die notificatie niet nog eens krijg. Goed, in het algemeen heel tevreden over de aanvallen. Behalve, ja, ze kunnen beter. Ik denk dat ze eigenlijk wel 3 sterren hadden geweest als ik op mijn telefoon aanviel. Ik moet hier gewoon aan wennen. Maar dat is best wel normaal. Maar de loot hebben we gewoon meegenomen en dat is het belangrijkste. Dus wij gaan hier gewoon onze kazerne upgraden. Ik hoop dat ik nog altijd troepen kan trainen. Vroeger had je 4 kazerners in plaats van 1. En dan als je er eentje aan het upgraden was, kon je van die kazerne geen troepen trainen. Maar aangezien dat er nu maar 1 is, vermoed ik dat ik gewoon kan blijven troepen trainen. Want anders zou dat best wel zuur zijn. We gaan eens checken. Ja, troepen blijven gewoon trainen. Dus ontzettend tevreden met dit. En nu gaan we gewoon wachten totdat we dit gebouwenboekje hebben. En dan zijn we al een heel stap verder weer naar onze road naar stadshuis level 16. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar het laatste stadshuis level gaan, zodat ik weer een beetje up-to-date ben. Ik was op een bepaald moment redelijk dichtbij max level, stadshuis level 13 denk ik dat het was, of stadshuis level 12. Ik was bijna max, behalve mijn king en mijn muren. En toen kwam stadshuis level 13 bij. En was ik ook even een jaar of een anderhalf jaar gestopt met spelen. Dus ik heb best wat inhaalwerk te doen. En daar zijn we nu massaal mee bezig. Maar hopelijk vonden jullie het weer een leuke video. Het was alweer even geleden en ik moet er weer aan wennen. Maar hopelijk zullen er meer video's aankomen. Zal ik er gewoon aan worden. En zal de kwaliteit er weer zijn. Zoals jullie kunnen zien ben ik sinds de 7 maanden geleden van de laatste video ook weer verhuisd. Dus het is weer een nieuwe omgeving. Nieuwe setup, maar deze is wel eentje die je veel langer zult zien in de komende video's. Maar ja, dat was het voor vandaag. Laat zeker even een like achter als je dit een toffe video vindt. Laat ook even feedback achter in de comments als je daar hebt. En nogmaals, join even zeker de clan als je nog op zoek bent naar eentje. En join ook even de Discord server. Link staat daarvan ook in de beschrijving. En dan kun je ook altijd een keer gezellig chatten in die server. Maar verder heb ik gewoon niet veel meer te zeggen. En dan zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later.